Marco en Sabine de frietboutique analyseren, starten nog twee bedrijven vandaag met de Groeichallenge. Nadat ze in de pitch collega-ondernemers achter zich lieten. Goedemorgen, welkom. Goed dat je er bent. Martin en Irene uit Amersfoort willen hun hartige luxe broden in heel Nederland gaan verkopen. Hey Hania, hallo. En Bas en Hania Boer uit Ridderkerk willen hun omzet verhogen door hun noten te verkopen via de webwinkel. Vandaag volgen ze een masterclass over innovatie. Igor Beuker is toonaangevend marketing- en media-expert en professioneel spreker. En hij stelt dat iedere ondernemer nu bezig zou moeten zijn met de digitale revolutie. Chaos is kansen en verandering biedt kansen. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook doodeng is. Want we willen allemaal innoveren, maar niemand wil veranderen. Nou, wat er gebeurt als de bedrijven trends negeren? Ik denk dat we helaas naast V&D legio voorbeelden hebben gezien dat het veel sneller gaat. De impact van deze trends gaan 10 keer sneller en zijn veel massaler dan we allemaal denken. We onderschatten dat verschrikkelijk. Ja, en die bedrijven die kunnen zomaar binnen 1, 2, 3, 4 jaar er niet meer zijn. Iedere industrie en ieder land gaat de impact voelen van deze revolutie. De moderne consument is geen koning, geen keizer, maar dictator. En zorg dat je investeert in digitaal en social media. Als ondernemer moet je specialisten inzetten en daarmee kun je verschrikkelijk groeien. Doe waar je goed in bent. Ja, en als laatste denk ik, be nice to nerds. We will all end up working for one. Igor, dankjewel. Graag gedaan. Wij gaan naar een opdracht toe. Wij willen dat jullie vandaag een connectie maken met jullie klanten via social media. En dat doe je door vandaag een videopost te maken. En dan blijkt dat het enthousiasmeren van je klanten nog niet zo makkelijk is. Marketing- en nieuwe media-expert Igor Beuker voorziet ze van tips en advies. Hoi Culies, welkom bij Lusjes Loof. Hier in een parkeergarage, maar beren gezellig. Eén ding, focus op je boodschap. Jij moet smile. Buiten gaat het maken van de videopost Hania een stuk beter af. Sportsnets.nl en ik heb een passie voor gezonde noten. Op nummer 3 heb ik uitgekozen de paranoot. Wapen van de gezondheid. Post je hem hieronder en je krijgt hem van mij cadeau. Jezus man, what the fuck? Ik heb nog nooit een kijker gedaan. Nog nooit. Zoveel energie in het hoofd. Goed man. Top. Klaar. Ik moet nog wel. Zo, dit hebben we gewonnen. Eigenlijk wat jij al zei, een beetje out of the box gaan denken. Toch iets proberen te vinden wat wel bij jezelf staat. En toch leuk genoeg is om te bekijken. Okay, Igor, wat denk jij? Ik ben een happy mens. Als jullie dat zijn, ben ik dat ook. Wat ik heel erg leuk vind, is dat je passievolle ondernemers de hele dag aan een bedrijf ziet werken. Het vuur spat er vanaf af en toe. De verkramping schiet er ook af en toe in. En ik denk dat we tijdens de edits en ook tijdens de films af en toe flink aan de teugels hebben moeten rukken bij jullie om er toch weer niet een tv-commercial van te maken met de logo's erin en commerciële teksten. En voordat je het weet wordt het wij van WC Eend. Ja. Dat hebben jullie toch heel goed gedaan. Complimenten daarvoor. Welkom bij de Groeichallenge. Een programma voor ondernemers met lef en ambitie. Wie is er klaar voor de grote sprong vooruit? Straks hebben onze 3 beste bedrijven nog 1 keer de kans om aan onze jury te laten zien dat zij de meeste progressie hebben geboekt in de afgelopen maanden. Igor Beuker, jij hebt ons geholpen onder andere met marketing en social media. Als je hier naar kijkt, wat valt je op? Ja, ik werd al vrij vrolijk van de aanstekelijke passie en drive. Maar zijn ze echt klaar voor dat next level? Of zie jij nog wel ergens dat je denkt, jongens... Ik denk dat dit absoluut de belangrijkste stappen waren. Keuzes maken, goede keuzes. En ik denk dat vooral Martin in dit geval in hele korte tijd heel veel slagen heeft gemaakt. Want er is voor een ondernemer niks moeilijker dan loslaten. Ja. Wij hebben echt met de mensen te maken op die markt. Ja. Heel de dag door. En daar kan je uit toetsen. Laten we even kijken naar Igor. We hebben het gehad in de sessie over contentstrategie. Je moet aandacht verdienen en je hoeft het niet te kopen. Denk je dat ze daarin geslaagd zijn? Nou, ik begin als ras echte Amsterdammer wel steeds meer van Rotterdam te houden op deze manier. Dat is, daar doen we het voor. Ja, echt waar. Ja. Ik denk ook dat jullie heel veel slagen hebben gemaakt. Ik denk ook dat wat Ruud bedoelt is dat je kunt als, en Marco ook, als markt... kraam dicht bij je klanten komen. Ja. Je leert het aankoopgedrag steeds beter kennen. Je zult ongetwijfeld zien dat er mensen zijn die subscription commerce willen. Die willen gewoon iedere maand zakken met noten bestellen, omdat ze grootgebruikers zijn. Dus ik zie hele mooie slagen die jullie gemaakt hebben. Ja. Complimenten. De winnaar van de Groeichallenge 2016 is geworden... Sammy en Pebbles van...
Oh.